Ja? Vandaag gaan we even laten zien hoe je een randje van een schilderij mooi kunt maken. Wij gebruiken er altijd zwart voor. Je hebt nodig een roller, een beetje zwarte verf. Je gaat de verf goed aan de roller mengen, dat het helemaal, de roller helemaal gevuld is. En dan pak ik het doekje erbij. Dan kan ik het beter laten zien. De meeste verf zit nu achteraan, dus je begint achteraan te rollen. En dan ga ik langzaam naar voren. En hou daarbij de roller recht, zodat je nooit over het randje gaat. Beetje verf erbij. Nou zit er weer verf aan, dus verder naar achteren. Zo. Dan heb je mooi recht. En zo kun je alle vier de kanten doen. Verf aan de rollen. Ik ga even aan de zijkant. De meeste verf eerst aan de achterkant. Dat die roller een beetje leeg is. En dan rollen we langzaam naar voren. Ik hou de rollen echt helemaal recht. Zodat je nooit over het randje heen kan gaan. Beetje verf erbij. Ik zal er even bij zeggen dat wij gebruiken altijd zwart, omdat je dan een bepaalde slagschaduw op de muur krijgt, zodat het net lijkt of er een lijst om zit. Maar dat mag je natuurlijk in elke kleur doen die je wilt. Dus als jij zegt, bij dit zeegezicht wil ik hem graag blauw, dan kun je hem blauw doen. Enzovoort, enzovoort. Dat was het.